Het is voor ons allemaal nog heel onduidelijk. Er moet een Europees paspoort komen. Er moet een andere chip komen. Ze mogen echt alleen nog maar met de eigenaar vliegen, voor wat ik nu begrepen heb. En wij deden altijd wel alsof de vluchtbegeleider de eigenaar was. Maar ja, dat was natuurlijk altijd al een beetje vals spelen. Maar dat kon altijd. Dat ging altijd goed. Mensen hadden adoptiecontract mee en het entingenboekje. Hond stond op hun naam. Maar nu met de nieuwe chipregistratie, nieuwe chips, andere paspoorten, is het gewoon even lastig. Ik heb er alle hoop in dat het goed gaat komen. Ja. Dat het wel ergens een uitzondering gemaakt zal worden of iets dergelijks. Maar voor nu is het even heel lastig. Zijn jullie hiermee bezig met het om andere regels te veranderen of aan te passen? Nee, we willen eerst zelf heel graag de regels duidelijk hebben. Dat we echt goed weten hoe het zit. We hebben wel gesprek met de nieuwe dierenarts Dr. Claire, die bij het LVV werkt. En die is er ook mee bezig voor ons. Die zal het ook in Nederland goed uitzoeken. Misschien moet ik een ander soort nummer aanvragen. Hier of misschien in Nederland. Dat het dan wel kan. Handen die hadden een Europees paspoort nodig? Ja, nu vliegen ze op het entingenboekje en de gezondheidsverklaring van de dokter. Maar ze mogen alleen Nederland nog maar in met een Europees paspoort. En die hebben we hier niet. Kun je hier eentje maken? Nee, het is er gewoon niet. Wat betekent dit voor Kakkelvers? Dat betekent dat we langzaam maar zeker voller zijn en dat we echt beesten moeten gaan weigeren. Ja, ja. Want jullie sturen ongeveer hoeveel handen per jaar naar Nederland? Tegen de 50. Ja. Misschien wel meer. Ja. Dat is veel. Dat is heel veel, ja. Ja. En de afgelopen weken hebben we geloof ik wel 20 honden naar Nederland gestuurd. Die waren klaar om te gaan. Gelukkig ook volwassen honden. Dus ik heb ook wat kennels vrij, zeg maar. Want ja, pupjes, dat is heel leuk, maar die geven geen ruimte. Kijk, deze honden, dat als ik die naar Nederland zou kunnen laten sturen, dan heb ik een hok vrij. En dan kan ik ook weer een hond met een gebroken poot of die ziek is of iets dergelijks, die kan ik dan ook weer opnemen en daar verzorgen. Ja, wat gaat nu gebeuren? Nu gaan we wachten. Wachten tot het echt duidelijk is hoe we verder moeten. En hopen dat we de weg vinden. En misschien is er wel een omweggetje. Of misschien zijn er mazen in de wet waar we erheen kunnen kruipen. Of zoeken, wachten. Met wat betreft de lokale overheid, hadden jullie gesprek? Ja, met de nieuwe dierenarts van de LVV. Ja, okay. En de lokale overheid kan hier ook niet zo heel veel aan doen. Dit zijn wettelijke bepalingen die door Nederland opgelegd worden. En gek genoeg zijn we dan ineens geen Nederland. Ja, precies, dat is altijd zo. Je bent een gemeente. Tijdens het sluiten van de maand van bewustmaking van borstkanker van Prinses Wilhelmina Fonds spreken wij met Shahaira Salas Libir, screeningscoördinator van het bevolksonderzoek borstkanker, over het informatiecampagne.